Vlaamse gast. Hij komt uit Nederland, schrijft al eens een boek en hij doet dat goed. In die mate zelfs dat er van Het Diner, de roman waardoor u hem misschien wel heeft leren kennen, hou u vast, 3 miljoen exemplaren verkocht zijn. Herman Koch, daarmee doet u niet beter dan de laatste uitgave van Wouter Verschelde, denk ik. In hoeveel landen en hoeveel talen? Het Diner is wel in meer dan 40 talen en ruim 50 landen. Ja, als je al die Zuid-Amerikaanse landen bij elkaar optelt, dan gaat het wel snel. Ja. Ja. En nu hebben we u uitgenodigd voor Finse Dagen. Ja. Het laatste boek. En ja, ik mag het iets totaal anders noemen dan dat we van u gewend zijn. Het gaat namelijk over uzelf. Ja, het gaat over mijzelf, maar toch ook wel is het meer een soort afdalen in het eigen verleden. Vooral omdat er ook zo'n grote afstand tussen ligt. Omdat ik inmiddels merkte ik opeens dat het heel interessant is als iets 50 jaar geleden is. Want dat maak je in het begin van je leven natuurlijk niet mee. Ik heb wel eens rond mijn 30ste of rond mijn 40ste gedacht, zal ik die periode eens aanpakken? En dan denk ik, ja, het is toch nog te kort geleden, 20 jaar. En dat maakt het eigenlijk interessant. Vooral het gegeven wat je ook wel vaker hoort bij oudere mensen, zeg ik nog heel netjes, bij bejaarden, dat ze zich vaak niet kunnen herinneren waar ze hun bril hebben laten liggen in het verzorgingshuis. Maar nog wel weten hoe hun kindermeisje eruit zag als ze dat hadden. Of wat voor liedje hun moeder zong. Mm. En ook die gezicht. En dat kan ik beamen. Ik zie dat ook allemaal. De mensen die ik in Finland beschrijf, als ze nog dezelfde leeftijd zouden hebben, zou ik ze nu op straat herkennen, denk ik. Ja. Was het tijd, want u schrijft intussen al een hele tijd, hè? Het is bijna 20 jaar, of? Ja, wanneer is nou mijn echte romandebuut was 89. Ja, dus dat is toch al meer, hè? 30 jaar? Ik kan het gewoon niet uitrekenen. Ja, 30 jaar, ja. Was het tijd om er eens iets uit te gooien, iets persoonlijk? Ja, ik had het idee, niet omdat ik nou per se zo'n autobiografisch en zielblootleggend boek wilde schrijven, maar het is, op een bepaald moment schrijf je, elk boek van mij is eigenlijk een reactie op het vorige. En denk ik, nu gaan we ongeveer hetzelfde doen, maar net iets anders. Nu maken we nog een variant. Nu doen we dit. Op een gegeven moment raakt dat een beetje op. En dan denk ik, nu ga ik het over een andere boeg gooien. En mensen die daar misschien minder in geïnteresseerd zijn, die moeten dan maar weer wachten op het volgende. Maar ik wil eens een keer andere wegen inslaan. En dus niet door bijvoorbeeld opeens hele ontoegankelijke boeken te schrijven, want dat lukt mij sowieso niet. Dat laat ik aan andere schrijvers over. Die zijn nee, maar het is, gewoon die, het is net gewoon die persoonlijke. Want je bekomt wel een en ander te weten over Herman Koch. Hè? De man waarvan ik dan de indruk heb, als je u een beetje volgt, hè, van die niet graag over zichzelf praat, die op feestjes liever verdwijnt. Ja, of wel eens een goed glas nodig heeft om van gezelschap dat sowieso, te kunnen genieten. Daar zitten we nu met water. We kijken hoe ver we komen. Ja, met straks, diesel. Ja. Straks krijgt u het anders. Die gooit nu wel een serieus stuk van zijn ziel op tafel. Jawel, dat is wel zo. Maar dat vind ik ook de consequentie. Als je dat eenmaal gaat doen, moet je het ook goed doen. Zonder dat je daarbij de hele tijd moet denken van, god, wat is het nou zo belangrijk, dat leven wat die Koch heeft gehad. Dus het hoeft niet, ik mik niet op het voyeurisme van de lezer die de mens achter de schrijver wil kennen of zo. Ik heb meer zoiets dat ik denk, een persoonlijk verhaal, wat misschien ook wel iets kan betekenen voor andere mensen met zo'n vergelijkbaar persoonlijk verhaal. Namelijk, wat ga je doen op je 9e, je vader of je ouders zeggen tegen je, wat ga je nou met de rest van je leven doen? Dat je gewoon denkt, ja, dat weet ik echt niet. Laat ons het verhaal eens kort vastnemen, hè? Want ja, u bent 19. Nou, net toen. Sorry, 1973. Daar naartoe gegaan, naar Finland, ja. Vertrek naar Finland, een jonge, slungelachtige jongen, lange, mager, beschrijft u zichzelf? Ja, ondergewicht echt. Ja. Ik kon veel eten, maar ik werd maar niet dikker. Net uw moeder verloren aan kanker. En u vertrekt naar het noorden van Finland, naar de bossen. Ja. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ja, daar ben ik ook dat boek mee begonnen. Om toch eens te kijken naar de waarom-vraag. Want dat wist ik toen eigenlijk niet. Ik wist alleen maar dat ik dacht, ik wil naar Finland. En ik wil niet strandwacht worden in een of andere Middellandse zeebadplaats met sangria en disco in, disco uit. Wat misschien de meeste 19-jarigen zouden willen. Maar ik ken het mensentype inmiddels wel. Ik heb ook weer net wat appjes gekregen van vrienden. En sommige verre vrienden die zeiden, je weet toch wel dat ik ook naar Zweden ben gegaan. En ik heb ook hout gehakt in Canada. En ik dacht, ja, dat weet ik ook nog steeds. Het is een bepaald mensentype. Jongens zijn het voornamelijk. Ja.
die dan toch op een of andere manier de diepte in willen en iets anders willen zoeken dan alleen maar oppervlakkig en drinken. Ik heb daar... Wat was het voornaamste beeld? Want ik vind het wel op momenten, het is wel wat donker, hè? Ook, maar ook wel... Ik denk dat het voor de lezer, dat is iets een effect wat ik, omdat jij het ook nu zegt, merk ik nu vaker, nu al een paar mensen het gelezen hebben, want het is nog maar net uit, dat sommige mensen het een beetje treurig vinden en inderdaad ook een beetje donker, terwijl ik dat zelf toch niet zo zie. Ik heb eigenlijk het verhaal geschreven met het idee, ook dat zit ook wel in het boek zelf, mm-hmm. dat er ook heel veel gelukkige momenten waren in die eenzaamheid in de bossen. Dat ik zelfs heb gedacht, hoe zou het nou zijn... Ik had vaag het idee dat ik als schrijver wilde worden. Hoe zou het nou zijn als ik hier zou blijven? Als ik een gezin zou stichten in Finland en nooit meer terug zou komen? Ja, een enorme opluchting zou dat zijn. Misschien ook wel voor andere mensen. Die momenten ook, maar u laat ook op bepaalde momenten wel verstaan. Ja, als hier nu iets met mij gebeurt, dan gaan ze me niet meteen vinden. Ja. En dan lees ik ook bijna van, het zou niet zo heel erg zijn op dit moment in mijn leven. Nou, ik heb wel met de gespeeld met het gevaar, zeg maar. Dat had er ook mee te maken dat mijn moeder, ja, welke moeder niet, heel bezorgd was. Dus toen ik mijn eerste brommer had, was ze al in paniek. En dat is ook begrijpelijk. Dus ik deed ook altijd voorzichtig. Ik ging niet op het zadel staan. Tenminste, pas als ik om de hoek was. Je bent wel eens onderuit gegaan op de Ring van Antwerpen, heb ik ja, hier, gelezen. Ja, dat was echt, door het oog van de naald. Met een motorfiets, hè? En dan op de reken op de meest linkerbaan. Ik moet daar eigenlijk toch elke keer nog aan denken als ik weer de Ring van Antwerpen denk. Ja, hier. En dan denk ik, volgens mij was het dit viaduct. Want ik kwam onder een viaduct tegen de vangrail terecht. Maar ik had het geluk dat ik al vallend, dat er net geen vrachtwagens, dat het ook niet zo druk was als nu. Dit was 77, deze valpartij. Dus was het ook nog, en er was nog geen emissiezone, dus iedereen kon daar nog vrij rijden. Ja. Maar er zat dus wel iets destructiefs aan. Iets het zoeken van, wat ik eigenlijk probeerde uit te leggen, was dat mijn moeder bezorgd was toen ze er niet meer was. Was een soort bijeffect, een neveneffect daarvan dat ik opeens merkte, er is dus niemand bezorgd meer over mensen. Ik kan nu die risico's gaan nemen. Ik kan nu wel naar een feestje gaan en half dronken met die motorfiets naar huis. Dat heb ik, helaas moet ik dat toegeven. Het is inmiddels verjaard, dus ik kan het wel zeggen. Maar... En datzelfde gold voor Finland. Ik was er niet op uit om helemaal het leven te laten daar. Maar ik heb daar meerdere van die, niet heel ernstig, maar een paar van die ongelukken gehad. Dat ik dacht, ja jongen, je hebt ook wel echt net iets te hard die trek door de bocht ingestuurd. En nu sta je schuin langs de kant van de weg en je hebt geluk. Mm-hmm. Enzovoort. En op een bepaald moment dacht ik ook, nu weten we het wel. Weet je, nu is het ook een beetje te kinderachtig, jongensachtig gedrag. Dan denk je, nou, het zou mijn moeder, ook al is ze er niet meer, zou ze toch ook niet leuk vinden dat ik dit zou... Toch maar een beetje dimmen. Ja. Ja. Wat is het belangrijkste dat de Finse bossen en de Finse mensen, misschien buiten de mooie Anna dan, dat die voor u betekend hebben? Ja. Ja, ik denk wel een soort besef dat je dus ook met bijna niks te doen, ook een heel prettig gevoel kan krijgen. Dus ik was ook een lezer. Ik heb daar in dat Finland misschien anderhalf boek gelezen. Want ik stond eigenlijk liever tussen die bomen en hoorde dan die ijspegels naar beneden vallen. En toen, je ziet vaak dat mensen denken, ik heb een vrij moment. Ik ga een boek lezen of ik ga even zappen of ik ga nog even die paar mails beantwoorden. Het enige wat ik daar deed was brieven aan mijn vriendin in Amsterdam schrijven. En koeien en tractoren en dat. En een akker ploegen. Ik heb het laatst nog een keer letterlijk van een boer gehoord. Die zei tegen mij, het is toch zo. Als ik over die akkers heen en weer rijd, dat is pure zen. En dat was gewoon een boer in Zeeuws-Vlaanderen die er zo, zo over dacht. Ik ben als een therapeutisch boek. Het klinkt een beetje zo. Ja? Moeten we nu even daar weer van af? Want dat is het ook niet. Okay, ja, maar het is goed dat je het zegt. Ja, want anders zit ik ook straks op maar 2000 exemplaren. Oké, ja. Nee, zeker. Nee. Maar het is toch heel boeiend om enkele dingen van u te weten te komen. Hè? Want er zit nog een beetje fictie in. Hè? Zeker, ja. Kunnen we dat... Ja, het is een flauwe 20? Vraag procentueel. 20%? 20, ja. 20% denk ik. En wij moeten raden wat... Ja, en ik denk als je... Ja, het is een beetje stom om nu te zeggen, mensen die het nog moeten lezen, om te zeggen, nou ja, dat is echt gebeurd en dat niet. Maar je kan wel zo lezen
dat als je echt denkt, dit klinkt wel heel onwaarschijnlijk, dan kun je er de donder op zeggen dat het waar gebeurd is. Mm-hmm. Nu u hier toch bent, hè, want ik doe dit programma 5 jaar... en ik heb altijd gedacht, als Herman Koch komt, dan moet ik toch eens iets laten zien nog aan Vlaanderen, waar wij vroeger zo van genoten hebben als jonge knapen. Vindt u dat erg als de lullo's nog eens worden bovengehaald? Nee, daarom ik in het begin, omdat er van voor het programma al over begonnen was, dacht ik, meteen val ik ook met de deur. Ik vind dat niet erg, want ik vind dat ook een geweldige periode. Want voor ons liggen die schrijfroutes. Nostalgie. Voor u ook, ja? Jiske Vet? Wel, Jiske Vet is toch, dat is gekluisterd aan de tv, dat toch wel. Ja. Het leuke was dat ik net in de schmink zat. Een vrouw die mij schminkte, die zei, zit hij nou ook in Jiske Vet? Maar wie was u dan? dat is wel het verstrijken van de tijd. Als je dat uit moet gaan leggen. Hij was de blonde op de bank. Ja, de blonde op de bank. Ja. Ook een goede titel. Hoe oud ben je eigenlijk, vroeg ik? 12, antwoordde ze zonder enige aarzeling. Is goed, hè? Aan de ene kant was dit natuurlijk zwaar kut. Aan de andere kant ook juist niet. Vlak onder haar onderlip bevond zich een soort maagdelijk windstiltegebied dat waarschijnlijk nog nooit door een blanke tong was beroerd. Leven je ouders nog, vroeg ik. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik eerst de dochter een veeg had gegeven en daarna ook nog wekenlang haar moeder moest uitwonen om de gemoederen enigszins tot bedaren te brengen. Yes! Hakt erin! Ja, gedurfd, hè? Hoe laat werd dit ook alweer uitgezonden op de VPRO? Ja, dat was inderdaad wel een... Het was nog niet zo laat, hè? Nee, 8:30. En daar moesten mensen dan... Dit mocht eigenlijk niet. Daar kregen wij wel klachten over. Ik geloof dat we later wel iets hebben opgeschoven. We hebben dit in ieder geval niet de taal aangepast, zeg maar. Mist u dat niet? Nee. Als je dit ziet, weet ik gewoon hoe heerlijk het was. Het misverstand wat er soms ook bestaat, is dat wij erop uit zouden zijn geweest. Dat was ook het uitgangspunt om dit soort jongens een beetje belachelijk te maken. Maar op het moment dat je ze gaat spelen, denk je wel, wat een heerlijk leven is dit eigenlijk. Ja. Om zo te mogen zijn en dit te mogen zeggen allemaal. En zij die uitgelachen worden, vonden het allemaal fantastisch. Ja, precies. Ja. Ja. En vandaag verkoopt u miljoenen boeken. Ja. Zo kan het leven gaan. Herman Koch, dank je wel voor uw komst. Graag gedaan. Er was veel succes nog. Dank je wel ook mijn andere gasten. Fijn dat jullie er waren. En u bedankt.